Ik ga verhuizen. Het is echt heel stressvol. Ik ben kapot. We hebben met z'n tweeën laminaat naar boven gebracht. We zijn al aardig ver. Doe ik er even een Q&A in over het hele verhuizen. Hoi, goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren over niet gevlogd. En ik ben me nu aan het opmaken, tenminste ik heb me net opgemaakt, want ik heb vandaag een hele leuke afspraak. Ik ga naar Cloud9 met Daan, mijn manager, en die heb ik ook echt fucking lang niet gezien. Dus ik reis eerst even naar Zeewolde, want voor hem is het makkelijker om mij op te pikken in Zeewolde, bij mijn ouders thuis. Want hij komt uit Eindhoven. En ja, dat is het. Ik heb een hele drukke tijd de komende tijd, want ik ga verhuizen, of wij gaan verhuizen. En en dat is financieel ook niet zo lekker. Ik dacht, ja, ik wees maar gewoon eerlijk. Het is gewoon, je betaalt een deel dubbele huur. We moeten een nieuwe vloer erin leggen helaas. En nieuwe afzegkap volgens mij ook. Wat nieuwe spulletjes. En dat kost toch wel weer eventjes wat geld. En ook tijd. Dus ik baalde eventjes gewoon. Maar toen had ik aan Daan gevraagd, wat komt er nu allemaal nog aan qua samenwerkingen. En dat is wel fijn. Maar ik moet natuurlijk ook binnenkort collegegeld weer betalen. En dat is gewoon 2000 euro. Dus dat is wel pittig. Maar het komt allemaal goed. Uiteindelijk kan je ook altijd nog lenen. Dat wil ik eigenlijk niet doen. Maar het is wel fijn dat je dat achter de hand hebt natuurlijk. Ik heb wel heel veel hoofdpijn. Ik ga me zo even omkleden. Want ik heb nu nog mijn badjas aan. Ik ben aan het vervellen hier. Echt kut. Dat vind ik altijd zo gewoon vervelend. En ik heb mijn haar net gewassen. Ik ga natuurlijk wel een beetje zo'n coole look naar een platenlabel. Dus dat ga ik even proberen. Ik heb nu dit aan. Ik haal even kip trouwens uit de vriezer. Ik ben laat, ik blijf thuis. Hij mag maar lekker koken. Half twee ga ik denk naar mijn ouders. Ik moet echt even wat eten en wat drinken. Echt koppijn. Ik heb te lang in bed blijven liggen, denk ik. Helaas. Ik heb even een pakketje opgehaald bij Primera. Dat is een perspakketje. Bronze this way. Ik heb een beetje buikpijn, dus ik ben niet heel vrolijk. Mijn laatste eigenlijk. Wat voor een. Bronze Reverse Eyeshadow Palette. Kijk hoor. Shimmering Body Oil. Ik ga stuk. Ik had dit volgens mij laatst zelf gekocht. Letterlijk zelf gekocht omdat ik hem heel tof vond. Maar ja, ik heb dus een paar dagen later het pakketje ervan binnengekregen. Ik heb het nog niet gebruikt. Het is zo'n olie om een beetje glimmend voor het leven te gaan. Zo. Dit is al een kwast, zeg. Bronzing brush. Oh ja. Een baked bronzy blush. Dat is wel mooi. Ik ga hem even gelijk opdoen. Dat vind ik wel grappig. Ik heb met zo'n kwast nooit zo het idee alsof er echt iets gebeurt. Dat het zo'n grote kast is, weet je wel. Ja, leuk. Eigenlijk moet ik nog even een persfoto maken. Persfoto, campagnefoto. Ik heb de laatste tijd, tenminste dat merkte ik toen ik terugkwam van vakantie, opeens een soort van roos in mijn haar. En ik had dat eigenlijk niet echt heel vaak. Heel soms heb ik wel gewoon een beetje van die huisschriftjes. Maar echt, ja, nou, echt kut. Ja, het stomme is wel dat ik nu naar alle persbedrijven moet sturen dat ik ga verhuizen alweer. En mijn nieuwe adres eigenlijk was echt net goed doorgevoerd. Er kwamen nog best wel vaak pakketjes naar mijn ouders toe. En nu moet ik het alweer gaan veranderen. Maar ja, it is what it is. Waarom heb ik nog steeds zo hoofdpijn? Oké, ik ga even een mooie foto maken. Hallo, welkom bij de eerste verhuisvlog. Jullie hebben gemist dat deze muur donkergrijs was en dat hij nu helemaal mooi wit is. Al binnen een half, niet eens een half dag. Stefan, dit is het huis. Ik ga heel veel met mijn moeder nog wat doen en dan ga ik een rondleiding geven. Hier kom je binnen. Zeg maar zo. De eerste deur die je ziet, of die zeg maar... Het is een bergkast. Er moet nog even een lampje in, maar lekker groot. Dan heb je hier een meterkast en hier heb je ruimte om iets van kapstokken te doen. Meterkast, hiermee doen we de deur open. Helemaal prima. Dan heb je hier
de kamer die als studeerkamer gebruikt gaat worden bij ons. Top deze kleur, het mag lekker allemaal wit. Deze muur moet behangen worden, dat is wel een beetje balen. Maar ja, dat kan niet anders. Oh ja, hier trouwens ook nog een kast. Die gaat met zo'n sleutel. En dat is ook gewoon nog best wel groot. Loop je daar weer uit. Dan kom je in de slaapkamer, die zit hier. Ook lekker een raampje. Het mooiste kleur in de kamer die je maar kan hebben. En dan de badkamer. Die mama aan het schoonmaken is en het putje net heeft leeggehaald. Dat was echt heel fris, hè, mam? En dan, ja, daar is ook de wc, maar die houden we even op slot, want die heeft nog een deur. Dat is namelijk deze. Hier zit de wc. Allemaal prima. En dan is hier de woonkamer veel groter dan we nu hebben. Deze muur was dus helemaal donkergrijs en is nu al wit. Hij was inderdaad een beetje die kleur. Dit is de keuken. Er komt nog een fornuis in een koelkast. En nu wordt deze muur ook nog even snel gewit, want dan heb je gewoon alle krassen. En dit is wel een beetje jammer, want ze hebben niet alles helemaal netjes weggehaald. Er stond een hele grote bar, die wilden we niet. Dus ja, dat is een beetje jammer. Wat vind je van het nieuwe huisje? Perfect. En een heerlijk balkon. Goedemorgen. Als je denkt, leuk verhuizen. Het is echt heel stressvol. Ik ben kapot. Gisteren hebben we heel veel gedaan, gelukkig. En dit wordt trouwens gewoon een weekvlog en een verhuisvlog in één. Want het is ook een hele week precies dat we gaan verhuizen. En vandaag heb ik het wat rustiger. Ik heb me vanochtend wel verslapen toen we even wat naar het nieuwe huis gingen brengen. Maar ik ben er weer helemaal bij, denk ik, in mijn hoofd. Maar ik heb iets heel erg leuk. Ik heb het vandaag wat rustiger. Ik moet wat verhuizingjes doorgeven. Maar behalve dat ik zo meteen alles ga regelen voor mijn verhuizing. En dat ik vanavond weer ga verven, heb ik eventjes iets heel erg leuks. Tijd voor mezelf. Ga ik zo meteen even een home workout doen. Met deze nieuwe oordopjes. Deze zijn van Beats Power Beats Pro. En ik heb ze van Coolblue. En ik had eerst voorheen andere oortjes. En die heb ik nog steeds. Alleen voor het sporten vind ik ze echt niet heel erg fijn om te gebruiken. Als ik ga hardlopen op de loopband of we gaan hardlopen buiten, dan vallen ze best wel snel uit. En ik ben ook heel vaak bang dat ze uitvallen. Want ze gaan dan steeds wat losser zitten en dan druk ik ze weer in mijn oren. En ik vind het gewoon niet fijn werken dat als je gewoon de hele tijd aan het bewegen bent, dat ze heel makkelijk uit kunnen vallen. Dus ik ben echt oprecht heel erg blij met deze. Ik zou ze ook even uitpakken en laten zien. Ze zijn water resistant. Dus dat is top. Ook vast als je een beetje zweet of het gaat regenen, dan hoef je niet bang te zijn dat je oordopjes kapot gaan. En wat heel erg fijn is, als je het doosje open doet, dan gaat hij ook gelijk verbinden. Maar ik zal het zo even gelijk laten zien. Ik ga het even uitpakken en ik neem jullie mee. Oh, wacht. Hij moet zo. En dan zo. Kijk. Kijk. En even kijken of hij het ook gelijk inderdaad doet. Kijk. Top, hè? Ik vind het echt, echt amazing. Deze kunnen dus helemaal om je oor. En dat bedoel ik, ze vallen dus niet zo snel uit. En dit is dus ook het oplaaddoosje gelijk. Even kijken, hoe doe je ook alweer in? Oh ja, zo. Zo. Dan zit hieronder, hier, zit het oplaadsnoertje en nog wat kleinere van die oordopjes. En ik heb best wel kleine oren, dus ik denk dat ik een andere maat erin moet gaan doen. En ik vind de kleur ook wel echt heel erg leuk. Ze hebben ze in meerdere kleuren, volgens mij ook in het roze en echt heel veel verschillende kleurtjes. En daar ga ik denk ik zo meteen eventjes een workout mee doen. En dan laat ik jullie even zien dat ze niet uitvallen. Check trouwens even de link in de bio om naar de oordopjes te gaan. Waarom krijg ik steeds een soort van halenkam? Oké, ik heb nu een paar oefeningetjes gedaan die jullie hebben kunnen zien. Maar nu ga ik eventjes wat buikspieroefeningen doen. En
dan kun je, ja, dan kan ik het niet helemaal goed filmen, want dat is op de grond. Maar als het goed zijn willen gezien, ze vallen gewoon niet uit. Ik vind het echt, het is vet chill, want ik maakte de hele tijd daarmee zorgen als ik aan het sporten was en nu hoeft dat niet meer. Ik ga nog even verder. Ventilator staat lekker op mijn bakkes. Komt helemaal goed. Ik zie jullie zo weer. Hallo lieve mensen. Het is vandaag woensdag en vanochtend heb ik even met papa verf opgehaald. En plinten en... Oh ja, ondervloer voor laminaat, want ik had het verkeerde besteld, dus we hebben even de goede gehaald. En dan gaan Stefan en ik vanavond... Ik ben nu even mijn kleding aan het inpakken. Voor zover mogelijk. Ik heb even wat dozen gehaald bij de Action. Die wil ik ook dan in mijn kast gaan zetten als we daar wonen. En dan wil ik ook mijn make-up eigenlijk gaan opruimen. Maar vanavond gaan Stefan en ik heel snel eten. Als Stef thuis is, heb ik daar al staan. Dan gaan wij nog een groen muurtje schilderen die helemaal wit gaat. En daarna gaan wij de ondervloer al leggen. Dus de hele vloer moet even schoongemaakt worden, opgeruimd. Ondervloer erin en dan kan morgen de laminaten gelijk ingelegd worden. Dus ja. Ik ga nu even wat spullen opruimen. Zo. Hé, de lens gaat niet goed open. Ah, nu wel. Wij hebben weer een muur af. Dus hebben ze even de laatste dingen aan het doen in de wc. Dan, dus deze hebben we af. Die was gisteren ook af, maar die heeft nog een laag gekregen. Deze hebben we niet gedaan. Deze is nu ook helemaal gedaan. Die was helemaal knalgroen. En deze muur hebben we ook eventjes gedaan, want die was vies. Dus dat is super fijn. En met die dingen gaan we zo meteen de ondervloer leggen. Maar ik denk dat we zo eerst even gaan zitten en wat drinken. En we moeten echt allemaal spullen die op de vloer liggen, moeten we nog afhalen. Ik ga even mijn bracer om. Dat heb ik nog niet aan je verteld. Ik ben voor mijn overbelaste pols ben ik naar de fysio gegaan en nu heb ik een andere brace gekregen. Echt hier, of niet? Die moest ik even afdoen met het verf, maar ik weet niet waar die nu ligt. Just did a bad thing. What do we get this thing at all? Weet je waar mijn brace is? Oh, hier. Ik zal hem even weer omdoen. Want de bedoeling is ook, helaas dat ik deze... gewoon 24/7 onderhouden. En dit is wel even een ander ding dan die blauwe. Is dat heel klein? And you're wondering what it is. And what is that in a bad thing? Dus nu heb ik dit. Heel warm ook met dit. Gewoon. Bij de wc en de rug en alles en het plankje hebben van de keuken gedaan. Zo. Dit ligt allemaal in. Dit was wel even een werkje. Hier ligt het ook allemaal. Die kast alleen niet en deze kast. Ook nog even niet. Kijken we later wel wat we daarmee doen. Zo. Het is vandaag donderdag en ik heb even deze band in mijn haar, want dat leek me wel chill tijdens het laminaat leggen. Dat gaan we dus ook vandaag doen, laminaat leggen. Er is alleen een probleem. Ik had laminaat besteld bij Karwei en het zou dan zeg maar gebracht worden bij Karwei Harderwijk. Zodat ik het niet verbroeven zend kost. Het waren echt €65 of zo en dat leek me niet zo fijn. Dus ik dacht, nou dan halen we het gewoon lekker op. Vandaag is ook de dag dat we het ook allemaal zouden gaan leggen. Maar blijkbaar, volgens mij is het er dus nog niet. Want ik had geen berichtje gekregen dat het er was, maar ook geen berichtje dat het vertraagd was. De was moet ik even ophangen en zo. Dus wij gaan zo naar Karwei rijden, mijn vader en ik, die komen zo ophalen. En dan is het echt maar de vraag of het er ligt en anders moeten we naar Karwei Apeldoorn, want daar zijn nog 71 stuks. En we hebben er 25 nodig, maar in Harderwijk ligt er überhaupt nog maar 14 stuks, dus... Dat zou wel een beetje balen zijn natuurlijk.
Maar het komt goed. Ik ga even snel was ophangen, want ik had ons dekbed even in de was gedaan. Zat dus gewoon dekbed en ook weer voor verhuizing. En dan over een kwartiertje staan we haar voor de deur. We hebben met z'n tweeën laminaat naar boven gebracht. We zijn al aardig ver. Het is mega mooi laminaat. Zitten we dan? Stefan. Zonder bank. Het is vandaag vrijdag en de vloer ligt er echt bijna voor 99%. En de bank staat er al en het kleed. Dus lieve mensen, ik heb gisteren eigenlijk niet eens meer gevlogd. En ik vraag me ook heel erg af hoe mensen een verhuisvlog überhaupt doen. Want ik kan niet echt, zeg maar, vloggen terwijl ik echt mijn halve inboedel aan het verhuizen ben. Dus ik weet niet echt of het nou een hele goede verhuisvlog is geworden. Maar daarom heb ik het ook gewoon in de weekvlog gedaan. Er komen nog wel wat dingetjes, maar ja, om het nou een verhuisvlog te noemen. Als ik een keer een nieuw meubel koop, dan denk ik ja, dat hoeft niet per se. Later komt er nog een house tour. Ik zie er ook echt top uit. Maar ik heb net lekker gedoucht, zoals je kan zien. En ik dacht om nog een beetje de verhuisvlog af te maken, doe ik er even een Q&A in over het hele verhuizen. Dus ik heb jullie op Instagram vragen, of gezegd dat jullie vragen mochten stellen. Dat mag natuurlijk altijd, maar nu even een soort van specifiek. En die ga ik even beantwoorden. Even kijken, ik ga even helemaal beneden. Hoe bevalt het nieuwe huis? Ja, supergoed. We hebben hier nu twee nachten geslapen. Het is nu maandag. Ik moet ook zo meteen even mijn nieuwe weekvlog weer gaan beginnen, zeg maar. Ja, het is heel leuk. Het is heel erg wennen wel. Je zit in een nieuwe buurt. Ik kreeg vandaag al een pakketje binnen. Dan werd het zo aangebeld. En die bel is natuurlijk ook heel anders. En het is gewoon een beetje ontdekken weer hoe het allemaal is. Maar het is veel groter. Dus dat is heel fijn. En we hebben een groter balkonnetje. Dus bevalt tot nu toe heel goed. Wilt u dezelfde stijl houden als het vorige huis of anders? Nou, we hebben allemaal dezelfde meubels erin. We gaan alleen nog een keukeneiland erin zetten. Gewoon eentje die je zeg maar weer kan meenemen daarna. Ja, en het ziet er natuurlijk wel anders uit, want we hebben een nieuwe vloer en een heel nieuw huis. Dus we hebben wel een beetje bedacht dat we de stijl iets anders willen. Dus we willen ook andere eetkamerstoelen, maar dat is meer omdat we die gewoon niet zo mooi meer vinden. En die past niet echt bij de rest van de stijl die we al hadden. Dus ja, we hebben niet per se gedacht, we gaan het hele huis omgooien of zo. Even kijken hoor, we hebben dus dezelfde meubelen, dat werd nog gevraagd. Heel veel vragen, waarom ben je verhuisd? Voor de mensen die niet al mijn weekvlogs hebben gezien, dat is prima natuurlijk. We zijn verhuisd omdat we toch best wel veel overlast hadden van de stad. Wij komen allebei uit een dorp en ja, in het weekend was er gewoon best wel veel lawaai. Veel scooters langs je huis en dat is natuurlijk in de stad wonen, dan heb je dat gewoon. En heel veel mensen vinden het leuk om in de stad te wonen. Wij dachten dat eerst ook, maar dat vinden we eigenlijk niet zo heel chill. Het enige is natuurlijk dat je lekker dicht bij de winkel zit. Maar we vonden het niet zo heel relaxed. En we wilden eigenlijk wel een wat groter huisje, want we merkten toch dat we best wel op elkaars lip zaten. Dus dat eigenlijk. Waar zijn je meubels van? Nou, van alles. Leen Bakker, IKEA. Deze hebben we gewoon via Marktplaats voor 30 euro. Dingen van mijn ouders gekregen, tafels van een kringloop. Het is echt, ja, van alles. Waar wonen jullie nu? Werd ook veel gevraagd. Ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar we wonen nog steeds in Harderwijk, maar dan iets verder van de stad. Is het huis groter of kleiner dan jullie eerste huis? Groter, het heeft een extra kamer. House tour, zegt iemand. Dat komt zeker nog, maar we willen eerst nog een paar meubels erin zetten en het helemaal af hebben. Is het een koop- of huurhuis? Want jullie hebben de laminaat er zelf ook ingelegd. Ja, klopt. De vorige huurders hebben de laminaat helaas meegenomen. Achteraf gezien vinden we dat ook wel weer fijn. Kijk, dit laminaat kostte volgens mij bij elkaar met ondervloer 500 euro ongeveer. Is natuurlijk wel wat geld, maar het was niet het duurste laminaat. Dat gaan we ook zeker niet doen voor een huurhuis. Maar de vorige huurders hebben het meegenomen, dus ja, maar hun laminaat was best wel donker, bijna tegen het zwarte aan. Dus achteraf gezien denken we, nou, dit is wel beter, want het is echt super licht in het huis nu. Maar het kost natuurlijk wel een werkje. Was het moeilijk om iets nieuws te vinden? Nou,
We hadden al een keer eerder bezichtiging gehad wat we toen niet zijn geworden. En toen had Stefan op zijn werk, heeft een collega, en hij had op Facebook gezet van we zoeken een huisje. En haar dochter die ging hier uit. Dus toen hadden we gebeld. En ja, best wel snel geregeld eigenlijk. Voel je al thuis? Nog niet helemaal, denk ik. Maar ook niet, ik voelde me de vorige keer minder snel thuis. Maar toen was ik ook voor het eerst echt op mezelf. En nu zijn we ook al een hele week geweest. Dus dan ken ik het huis al wel een beetje, weet je wel. Dus dat, ja, dat gaat wel goed eigenlijk. Heb je leuke buren? Dat zegt de zus van onze van buurmeisje, buurvrouw. Ja, heel leuk. Want aan die kant van ons, zeg maar, ik kan ook hun balkon zien, wonen vrienden van ons. En daarnaast woont ook iemand die ik nog ken van de basisschool. Dus het is best wel prima eigenlijk, best wel leuk. Aan die kant kennen we de buren nog niet. En volgens mij wonen er ook nog mensen anders, ergens anders dichtbij die Stef weer kent. Maar het is in ieder geval leuk dat aan die kant gewoon vrienden van ons wonen. Vrienden van mij ook. En die woont ook samen, die woont hier al een tijdje. Dus dat is wel heel toevallig. Vind je het jammer om niet meer in de binnenstad te wonen? Nou, het enige wat ik jammer vind is dat als je uitgaat dat je gewoon heel erg bij bent. En we zaten heel erg bij een bushalte en dat is nu iets minder zo. En je kan minder makkelijk naar de winkels natuurlijk. Maar ja, voor de rest is hier zoveel rust en dat is echt wel heel fijn. Oh. En Judith heet ze, buurmeisje, buurvrouw. Dat vind ik altijd lastig. Zodra je dan ongeveer 20 wordt, noem je dan een vrouw die ik ken, een meisje dat ik ken. Maar in ieder geval, mijn buurvrouw, die zegt zelf nu ook, heb je je buren al ontmoet? Ja, hebben jullie gelijk dezelfde smaken qua inrichting? Redelijk, maar Stef en ik verschillen wel nog qua kleuren soms. We vinden dezelfde dingen wel tof, maar soms dan wil ik de muur in beige of zo, dan vindt hij dat weer te wijverig. En ja. Is dit huis veel groter? Oh, dat heb ik volgens mij beantwoord, hè? Ja, we hebben een extra kamer en de woonkamer is veel groter. Hoe vond je het toen je uit huis ging? Dat vond ik wel lastig. Ik heb 8 jaar of zo met alleen mijn ouders gewoond, omdat mijn broers best wel snel uit huis gingen. En ik ben ook een stuk jonger dan mijn broer en mijn zus. En ja, dat vond ik wel even wennen. Maar ik ben er nu wel heel erg aan gewend. Maar ja, het is gewoon even heel gek of zo. Ik voelde me een beetje alleenig en ik had wel veel heimwee. Is dit je tweede huis? Ja, klopt. En waarom zijn jullie snel weer verhuisd? Nou, dat is dus om die reden. Het was gewoon net even te klein, net niet op de juiste plek. Verder was het een prima huis om mee te beginnen. Ik bedoel, we mochten echt niet klagen. Maar dit kwam op ons pad en het is net iets goedkoper zelfs dan het een groter huis is. Dus ja. Wanneer is de huiswarming, zegt een vriend van ons. Ja, corona is aanwezig. Dat is een beetje, ja, je kan zeg maar prima wel een paar mensen uitnodigen, dat doen we ook wel. Maar ik vind het gewoon nog steeds heel lastig, omdat ik wil eigenlijk iedereen knuffelen. En iedereen komt altijd zo op me aflopen van, ach, knuffel, en dan dus nee. En ik word er nu een beetje gek van om altijd nee te zeggen. En dan merkte ik dat ik een tijdje geleden op een feestje was en dan knuffelde ik wel opeens mensen. En dan denk ik weer, ja, kut, weet je wel, ik wil dat eigenlijk niet doen. Maar het is zo, het zit zo in je systeem. Dus ik wil mezelf er gewoon niet aandoen om hier een feestje te geven. En dan zit je allemaal in dezelfde ruimte ook. Veel te veel mensen op elkaar. Afstand houden vind ik al een heel ding. Maar aanraken ook wel. Is het uiteindelijk wat je wilde? Ja, zeker. Moesten jullie nog veel doen in het nieuwe huis? Ja, best wel. Ik weet niet of ik dat allemaal heb laten zien bij de afgelopen, zeg maar, deze vlog. Deze muur was dus donkergrijs. De muur in de slaapkamer was paars. En de muur in de studeerkamer, zeg maar, wat hun kinderkamer was, was knalgroen. Dus... hou je van planten in je huis? Ja, hoeveel ongeveer? Ja, ik hou heel erg van planten in mijn huis. Ik vind het echt leuk. En het kan niet genoeg zijn. Wat vind je zo leuk aan samenwonen met je lieve vriendje? Oh, dat is echt heel schattig. Ja, heel leuk. Het is nu ook echt heel leuk dat we gewoon ook wat meer ruimte voor onszelf hebben. Dat klinkt heel gek als ik het heb over samenwonen met hem, dat ik ruimte voor mezelf wil. Maar je kan gewoon wat meer eigen dingen doen en dan geniet je er ook meer van om echt samen te zijn. Dus ja. Hoe oud is het huis? Geen idee eigenlijk. Mis je het oude huis? Nou, nu nog niet. Ik moet het nog even gaan schoonmaken. Want we hebben daar ook nog de sleutel van. Maar verder mis ik het niet echt. Hoe lang hebben jullie eigenlijk in jullie oude huis gewoond? 8 maanden. Dus dat was ook niet helemaal de bedoeling. Dat we zo snel weer zouden gaan verhuizen. Maar ja. We waren er gewoon echt niet zo gelukkig. Dus dan kan je blijven wachten. Maar... En wat vind je mooi zijn nieuw huis? Dat hij groot is en dat hij een mooi balkon heeft. Dat waren wel ongeveer alle vragen die ik tot nu toe heb gehad. Voor de rest heel veel vragen waarom we zijn verhuisd, maar dat heb ik dus al verteld.
Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden, een leuke weekvlog. Ik vind het gewoon nog steeds heel lastig om te vloggen als ik aan het verhuizen ben. Ik ga ook niet, dat was het trouwens ook. Het was bijna 4 dagen van de verhuisweek, zeg maar, was het 34 graden. En ook de verhuisdag zelf was eergisteren, dat is ook heel warm. En ik ga ook niet, kijk, mijn familie vindt het niet erg om op de vlog te komen, maar dan willen ze er wel gewoon een beetje charmant uitzien. Kijk, dat ik mezelf zo film, prima, moet ik lekker doen. Maar iedereen was helemaal bezweet en niemand zag er nog charmant uit, dus dan kan het ze gewoon niet aan om ze te filmen. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen en dat jullie het alsnog leuk vonden. En er komt echt binnenkort wel weer een house tour. En ja. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En er komt trouwens ook nog een vakantievlog aan. Ik moet echt best wel veel gaan editen, maar dat komt allemaal goed. Doei! Ja, nu gaan we heel hard lang als bambo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo. Ja, nu gaan we heel hard lang als bambo. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.